Hey Gerard, wat is het eigenlijk, 1-1-1? Ja, 1-1-1 is eigenlijk een heel uniek concept. Hè. We hebben in Nederland eigenlijk alles gezet op genezen. Hè, dat zie je nu in huidige omstandigheden ook. Maar we doen eigenlijk helemaal niks aan preventie, het voorkomen van datgene. Hoeveel mensen zouden er nu niet zijn die graag wat zouden willen uitgeven om het achter te komen of ze gezond genoeg zijn, ja, om straks tegen zo'n virusaanval te kunnen. Nou, 1-1-1 gaat ervoor zorgen dat je een goed zicht krijgt op waar ligt nog mijn gezondheidswinst, hoe sta ik ervoor. Dat doen we door middel van een hele uitgebreide medische test die we gaan doen. Daar kom je voor een dag voor naar het 1-1-1 check-up centrum. Daar krijg je een fysiek onderzoek, maar ook je longen, je bloeddruk. Alles wordt meegenomen in het maken van een plaatje voor jezelf. Als je dat eenmaal gehad hebt, bepalen we samen met jou jouw plan van aandacht. Waarin staat, wat heeft nog aandacht nodig om gezonder te worden voor jezelf. Vervolgens word je op allerlei devices aangesloten. Als je een smartwatch hebt, je bloeddrukmeter, een weegschaal. Er zijn allerlei middelen die je kunnen helpen om. Meten is weten, dus naarmate we meer weten van je, is het ook makkelijker om te kunnen volgen of je je houdt aan de afspraken die we gemaakt hebben, of je gezonder wordt daadwerkelijk. Ja. Dat stoppen wij in een digitaal platform, waar al jouw gegevens verwerkt worden. Dat zie je ook weer op je eigen app die je maakt. Dan zie je echt je voortgang en de tips en de trucs die je moet toepassen om het nog beter te doen. Dat kun je combineren met een community. Op de community krijg je de gelegenheid om samen met de andere deelnemers vragen te stellen aan artsen, bijeenkomsten bij te wonen, daarvoor te boeken. Maar je kunt ook andere deelnemers vragen om je te steunen. Want wat blijkt in de praktijk? Dat elkaar steunen, dus met elkaar gezond blijven, een ontzettend belangrijke factor is. Nou, dat totaal, hè, wat de intake is, de medische intake, het platform, de app, de community, dat bij elkaar maakt 1-1-1. Ja, het lijkt bijna gewoon logisch dat 1-1-1 moet bestaan, maar moet het ook nu, op dit moment, bestaan? Nou, beter reclame zouden we niet kunnen hebben. We zijn hier al bijna 10 jaar mee bezig. Het is een oorspronkelijk idee van 1995, van wat ik ooit gehad heb. We zijn al 10 jaar mee bezig om te kijken van wanneer is het nou tijd om al die technologische middelen, ja, goedkoop genoeg, wanneer functioneert het voldoende betrouwbaar. En juist op dat moment, want we waren van plan op het 1 september te beginnen, juist op dat moment gaat corona van start. Ja, zot. 6 maanden later en we hadden een bijdrage kunnen leveren om mensen duidelijk te maken hoe hun gezondheid ervoor stond. Dat kon helaas. Maar juist nu zie je dat mensen nadenken over de gezondheid. Nadenken over van jeetje, zou ik toch nog niet wat winst kunnen halen? Want blijkt weerstand, het hebben van allerlei andere ziektes, blijkt heel belangrijk te zijn. En je loopt heel lang rond met allerlei afwijkingen die je hebt, zonder dat je dat weet. Als je ziek bent, heeft het daarvoor al heel veel plaats gehad. Ja. Vroeg genoeg op te pikken, en dat doen we in feite met 1-1-1, heb je ook veel minder gelegenheid om het voor te zijn. Ja, nou, dit spreekt mij enorm aan. Dat komt ook door dat ik het een en ander heb meegemaakt in mijn leven. Ik zou me zo willen inschrijven. Kan het al? Nou, je kunt je al inschrijven. Als belangstellende kun je inschrijven. Okay. Je kunt een nieuwsbrief krijgen. Elke 14 dagen krijg je een hele leuke nieuwsbrief met allerlei tipjes en overzichtjes, et cetera. Door de huidige omstandigheden met corona kunnen we niet verder met de voorbereidingen van het verhaal als het gaat om een fysiek punt. Hè. Maar kun je je voorstellen, een helemaal corona geklede dokter die jou gaat onderzoeken. Nou, daar zit niemand op te wachten op dit moment. Ze zijn wel aan beraden van, kunnen we niet een soort voorlopertje doen in de vorm van een soort live version, waarbij je vragenlijsten online invult en dan alvast aan de slag gaat met de device die je hebt, hè, dus met een bloeddrukmeter of een temperatuur of met je weegschaal of met je smartwatch. Ja. Dat denken we al aan. Nou, het zal afhangen van hoe lang wij nog met elkaar in deze situatie zitten, of we dat als voorloper gaan introduceren. Anders wachten we inderdaad gewoon tot het eerste centrum open kan. Ja, dus het is die veiligheid aan de voorkant, begrijp ik, hè? Doktoren in jassen en met de handschoenen aan, die wil je niet zien met mondkapjes voor. Maar hoe veilig is de data? De hoogst mogelijke veiligheid wordt in acht genomen. Want je kunt je voorstellen, dat zijn allemaal hele gevoelige data. In beginsel zijn ze van jou, ze zijn van niemand anders. We werken ook niet samen met allerlei partijen die geïnteresseerd zijn in die data. Geen Googles, geen verzekeraars, geen allerlei andere toestanden om te zorgen dat dat veilig blijft. Wij garanderen op basis van de Europese richtlijnen, de zorgrichtlijnen, dat die data veilig zijn en dat die van jou blijven. Oké, dankjewel.